Ik bedoel, ik voel me fit. Ik heb stapjes gemaakt. Ik bedoel, is 45, dan 75. Maar ik ben fit voor die 90, ja. Maar het valt dan wel rauw op je dak dat je de eerste twee wedstrijden gepasseerd wordt, of niet? Ja, niet eens rauw. Ik kon gewoon geen 90 spelen. En ik voelde zelf ook dat ik eerst wel bij Jong moest spelen om daarna nog bij het eerste te spelen. Dus nee, het is wel goed gegaan zo. Vond je dat Mike het gedaan had? Ja, goed. Kijk naar vorig seizoen. Ja, daar kwam je net bij. En het is natuurlijk wel een omschakeling van Utrecht naar Ajax. Maar, voetbalgebied dan. Maar dat zie je nu op trainingen. Jullie hebben het ook gezien in de wedstrijd. Hij heeft het gewoon goed gedaan. Voetbal het heel goed. Dus verdedigend ook, weet je. Dus hij stond wel zijn mannetje. Ja. Zondag Ajax PSV. De derde wedstrijd van het seizoen en al een topper. Is dat anders dan als je hem ergens midden in het seizoen speelt? Nee, misschien niet. Anders is wel dat je hem eind van het seizoen speelt natuurlijk. Maar we hadden een moeilijke start. Tenminste, een moeilijke start. Moeilijke tegenstanders. En die zijn we tot nu toe goed uitgekomen. Laten we deze ook maar goed uitkomen. En dan is het alleen maar positief. Ja. Wat is jouw indruk van PSV dusver? Ja, wel goed. Als je, de laatste wedstrijd zie je natuurlijk. Komt het meeste hiervoor. Dan winnen ze 6-1. Dus dat is wel voor hun goed. Maar natuurlijk, je ziet ook mindere punten. En dan hopelijk gaan wij die aanpakken, zeg maar. Ja, wat zijn de mindere punten? Ja, ik vond af en toe dat ze verdedigend niet heel goed stonden. Toch tegen doelpunten, weet je wel. Dus dat zijn wel dingen waar wij van kunnen profiteren, ja. Verbaast je dat ze zich daar niet versterkt hebben? Want vorig jaar was dat ook al een beetje de agressie, hun middenveld en hun verdediging. Ja, kijk, aanval, dat staat als, tenminste, is gewoon goed van hun. En verdediging hoopt ze natuurlijk op die Rekiek. Die is gekomen natuurlijk. Dus voor mij wilden ze nog wel versterkingen. Maar dat is aan hun. Ik vind het wel best zo. Wat kunnen we van Ajax verwachten zondag? Ja, dat we erop opknallen. Ik bedoel, we willen die periode goed uitkomen. Dat we de moeilijke tegenstanders hebben gehad, zeg maar. En als we hier gewoon met 9 punten uitkomen, ja, dan is het alleen maar positief. En dan geeft het een boost voor het rest van het seizoen. Ja, dan gaan we naar een van de sterkste seizoensopeningen van de afgelopen 5 jaar, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. En dan gelijk 9 punten, als we winnen natuurlijk. Dus dat zou wel heel mooi zijn, ja.